Pascal Jansen is met ingang van het seizoen 2017-2018 de nieuwe hoofdjeugdopleiding van PSV. Jansen volgt in Eindhoven Art Langeler op, die eerder aangaf PSV te verlaten. Jansen is nu nog trainer van Jong PSV. We hebben uitgesproken binnen de club dat we streven naar continuïteit. Art heeft fantastisch werk geleverd de afgelopen jaren. Weliswaar de keuze gemaakt om te gaan vertrekken en een andere impuls wil geven aan zijn carrière. En de club kwam vrij snel uit bij mij met de vraag of ik daarvoor open stond. En even rustig de tijd voor genomen om erover na te denken. Maar ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat ik daar zeker voor open sta. En toen zijn we het gesprek aangegaan. Ja, wat zijn dan de afwegingen die je maakt? Nou ja, goed. Kijk, ik ben inmiddels alweer 4 jaar werkzaam bij PSV. 4 jaar als coach van een elftal. Wel meedenkend met allerlei andere zaken die met name Art aangaan. Dus eigenlijk moet je dan zeg maar je coachontwikkeling een iets andere dimensie weer geven. De dagelijkse praktijk van het leiden van een elftal komt er iets anders uit te zien. Het is meer richting alle teams, richting alle coaches. Ondersteunend zijn, voorwaarden creëren. Dus ja, dat was de afweging en uiteindelijk heb ik besloten om dat te doen. Ja, zijn er ook twijfelmomenten geweest? Want vaak wordt de omgekeerde route bewandeld. Hè? De hoofdjeugdopleiding wil terug naar het veld. Ja, kijk, het voordeel is dat ik natuurlijk wel relevante werkervaring heb op dat terrein. Eigenlijk altijd in combinatie met een elftal. Dat is altijd goed bevallen. Nou goed, dat gaat binnen de PSV-organisatie gaat dat gewoon niet. Is ook niet wenselijk. Dus ja, dat zijn in ieder geval wel dingetjes die je dan wel meeneemt. Maar aan de andere kant, het is een mooie job en bij een fantastische club. Wat zijn de uitdagingen? Wat verlangt de club van je? Nou, het verder professionaliseren van de opleiding. Dat is één. Zorgen voor nog meer binding richting het eerste elftal. Kijk, Philip en ik kennen elkaar inmiddels nu ook al een aantal jaren. De werkwijze is bekend. We willen dat intensiveren. Dus de speelwijze zal ook nog een keer onder de loep genomen worden om te kijken waar we nog kunnen aanscherpen of verbeteren in lijn richting het eerste elftal. Nieuw complex wat gebouwd gaat worden. Dus het klimaat wat we nastreven krijgt een hele nieuwe impuls weer. En daar mag ik in meehelpen. In hoeverre ga je het verlengde van Art verder? Nou ja, goed, kijk, het beleid wat is ingezet onder Art, daar heb ik me ook aan gecommitteerd. En dat is een lijn die ingezet is onder aanvoering van Toon, van Marcel en Philip. In het kielzog kwam Art daar dus ook bij. Ik heb dat dus vanaf het begin meegemaakt, die koerswijziging. Dus het zou wel heel vreemd zijn als ik nou in één keer een heel andere koers zou nastreven. Maar dat is ook het gevolg van de continuïteit die we nastreven. Dus ik ben er blij mee en ik ga zeker de lijn doortrekken. En daar waar nodig aanscherpen en verbeteren. Nou, ik teken een contract voor 3 jaar plus nog een optiejaar. Dus dat past ook helemaal in het beeld wat we nastreven. Gewoon wat je al zegt, hè, die continuïteit nastreven. De club heeft enorm veel vertrouwen in mij uitgesproken. Daar ben ik ze ook heel erg dankbaar voor. En ik hoop gewoon binnen die periode weer de nodige stappen te kunnen zetten met alle mensen die daar dagelijks hard voor aan het werk zijn. Ja, wat zijn de stappen waar je niet op kunt wachten om mee aan de slag te gaan? Nou, kijk, het profiel van de hoofdopleiding gaat wel iets veranderen. Toen Art hier begon, zo'n 3,5 jaar geleden, toen lag er heel veel werk als het gaat om de zaken rondom het veld. Zorgen voor een stukje logistiek, andere planning, proberen wat meer kwaliteit op het veld te krijgen, et cetera. Nu staat dat allemaal, met als gevolg dat ik me met name kan bezighouden met het veldwerk en zorgen dat het inhoudelijk allemaal een verdieping gaat krijgen. Dat we de coaches die er zijn proberen nog sterker en nog beter te maken om uiteindelijk nog betere spelers te produceren. Ja, nu is er wel een vacature als trainer van Jong inderdaad. Daar ga je ook tegenaan bemoeien, neem ik aan. Heb je daar al een idee over? Nee, ik heb daar nog geen idee over. Het klopt inderdaad dat ik me daar wel mee mag bemoeien. Maar goed, net zo goed is dat in de afgelopen jaren ook in samenspraak is gegaan met een aantal mensen. Waaronder Marcel en Philip uiteraard. Zal dat nu niet anders zijn. Dus we nemen onze tijd daarvoor en we gaan keuzes maken die in het belang zijn van PSV en de opleiding. Dus er zal ongetwijfeld weer een goede kracht op komen te staan.